Haar Majesteits torpedobootjager Van Galen ligt in Den Helder gereed voor vertrek. De familie van de bemanning mag aan boord afscheid nemen. En bij gevolg is het op het schip zo druk als in de Kalverstraat op zaterdagmiddag. Maar de stemming is ernstig. De Van Galen gaat in de Koreaanse wateren de Evertsen aflossen, die dan 10 maanden deel heeft uitgemaakt van de zeestrijdkrachten van de Verenigde Naties. Omstreeks het middaguur is het zware ogenblik van het afscheid aangebroken. Om 11:15 wordt de tros losgesmeten en kort daarop glijdt de Van Galen langzaam van de kade weg naar open water. De goede wensen van het vaderland vergezellen schip en bemanning op de reis naar het Verre Oosten.